Het Stedelijk Gymnasium in Leiden viert dit jaar haar lustrumjaar. De school bestaat dit jaar 700 jaar en dat wordt gevierd. Het lustrumjaar werd maandagochtend bij de opening van het schooljaar bij locatie Socrates afgetrapt door wethouder Abdelhak Djermoumi. Ja, dat verliep heel goed. Een prachtige dag om zo het jaar mee te beginnen. 700 jaar, een lustrumjaar van het Stedelijk Gymnasium. Nou ja, daar kan zowel de school als de stad heel erg trots op zijn. Dus het is een prachtig mooie school hier in de stad. En 700 jaar, dus heel veel mensen hebben hier op school gezeten. Hele generaties die hier op school hebben gezeten. Van opa's, oma's, vaders, moeders en dan nu leerlingen. Dus dat is een mooie dag vandaag. Het 700-jarige bestaan wordt op meerdere momenten gevierd dit jaar. We hebben in september drie belangrijke bijeenkomsten. Een studiedag voor medewerkers doen we aan het eind. Zaterdag wordt een gigantische reunie met zo'n 1700 tot 2000 oud-leerlingen die gaan komen. En de woensdag van die week hebben de leerlingen een gigantisch muziekspektakel waar alle leerlingen bij zullen zijn. Dan gaan we de hele dag met allemaal mooie optredens en workshops gaan we dat organiseren. Voor de rector van het Stedelijk Gymnasium, locatie Athena, is het een extra bijzonder jaar. Het jaar waarin de school 7 eeuwen bestaat, is haar eerste jaar als rector bij de school. Ik val met mijn neus in de boter. Hoe bijzonder is dat? 700 jaar. Voor een school om 700 jaar te bestaan is natuurlijk prachtig. We wortelen in een lange traditie, maar het is ook een school. Dus voor de school is het altijd ook heel belangrijk om echt in het nu te staan en uit te kijken naar de toekomst. Dus dat doen we ook. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. De school is in de afgelopen jaren veel veranderd en zal ook de aankomende jaren blijven veranderen. Nou, elk gymnasium, het gymnasium is in feite een wat degelijk ouderwets misschien instituut. Maar de kracht van het gymnasium is juist dat ze zich elke keer aan kunnen passen aan de huidige tijd. En daarom dat de gymnasia in Nederland steeds zo populair zijn. Wij zijn in Leiden ook nog het grootste gymnasium van Nederland. En we zien dat de behoefte aan gymnasiaal onderwijs heel erg groot is. En door ons aan te passen, open te stellen, na te denken over maatschappelijke verantwoordelijkheid, inclusiviteit. Ook kinderen die misschien niet zo makkelijk hebben thuis, ook een plek te geven in het gymnasiaal onderwijs. Hopen wij ons steentje bij te dragen aan de vorming van alle talenten die we in Nederland hebben. De school heeft de afgelopen 700 jaar al veel kinderen kunnen helpen bij hun talentvorming en in de aankomende jaren worden dat er alleen maar meer.